Goedemiddag allemaal bij weer een nieuwe vlog van golf.nl, de baan op. Of nee, onze titel is veranderd. Want wat doen wij tegenwoordig? Ja, Golfco gebruiken wij om een starttijd te boeken. En zo zijn we hier beland op Hilsum, in Hilsum. Klopt, het is een baan met een verhaal, maar het verhaal is ouder dan de baan. Ja, zo zou je kunnen zeggen, ja. Een baan met zeker veel historie, vooral op historische grond, waar veel is gebeurd. Met name in de Tweede Wereldoorlog, dat gaan we straks natuurlijk vertellen. Maar je hebt hier 27 holes, we gaan er 9 spelen, Niels. Klopt. We spelen de Sander Course. Ja. Waar die naam vandaan komt, dat leggen we ook straks nog wel even uit. Het heeft hard geregend vandaag, dat kunnen we wel zeggen, maar nu is het gelukkig droog. En dit is een baan met een zandondergrond, dus ja, normaal gesproken zou dat betekenen dat we ook gewoon prima hier kunnen spelen op goede condities. Wil je nog meer van onze vlog zien? Abonneer je dan op ons kanaal op YouTube. En aan het eind van de rit geven wij natuurlijk weer een paar greenfees weg voor deze baan. Dus de moeite waard om te blijven kijken. In dit gebied van Golfclub Hilsum, daar hebben ze in 1944 natuurlijk operatie Market Garden, zijn hier heel veel parachutisten geland. Om de Rijnbrug te veroveren uiteindelijk. En dat is allemaal hier gebeurd. En hier zijn dus heel veel parachutisten geland op deze golfbaan. Vandaar ook deze plaquette, zou ik wel kunnen zeggen. Van Tom Hicks, die is hier dus ook geland. Dat was een kwartiermaker en die landde hier met zijn parachute. Maar er zijn hier 27 zweefvliegtuigen ook geland op dit gebied om het leger te bevoorraden. Dus al die parachutisten die hier landen, om die te bevoorraden. 27? Ja, 27 zweefvliegtuigen zijn hier geland. Heeft dat ook iets te maken met dat er 27 holes zijn? Ja, ik denk dat dat een toeval is. We gaan zo weer beginnen aan onze ronde op Golfclub Hilsum. Maar voordat we dat doen, gaan we natuurlijk eerst even naar de driving range. Want ja, er moet wel even ingeslagen worden. Zeker. Wat zien we nou toch hier? Kijk toch eens. Ja, instructie. Goeie tips. Als we al deze dingen mee moeten nemen in onze slag, dan wordt het nog interessant. Ja, dan gaan we de baan wel verslaan, Niels. Want dat gaan we vandaag weer doen, denk ik. Gaan we weer proberen. Oké, hole 1, wat hebben we hier? Par 4, best wel lang. Ja? Dus oké. Ook zo recht slaan, een beetje wind tegen. We gaan gelijk aan de bak. Ja. Hij is meer dan bruikbaar. Beetje dun. Die stuitert naar rechts. Achter de boom. Kijk of ik dat beter kan. Ja, dat hoop ik wel. Lastig chipje, Niels. Ja, de vlag staat echt op het verste punt. Ja. En je hebt ongeveer een meter of 20. Niels kan deze nog wel verbeteren. Ik lig op ongeveer 2 meter. Ja, dit ziet er wel beter uit. Laat ik gelijk maar even een update geven van de greens die we vandaag spelen. Het is half oktober. Ze zien er prachtig uit. Ja, kan je zeggen. Niet geheel verrassend. Ze zijn groen. Maar los daarvan zijn ze ook egaal groen. Ik zie geen rare vlekken of wat dan ook. Geen pitchmarks. Goed verzorgde greens. Ja, een leuke vorm ook, hè? Ja, zeker weten. Zeker wij liggen weten. Natuurlijk weer aan de kant waar je niet moet liggen. Nou, maar wel een uphill put voor een par. Hi. Bogey. Oké. Okay. Wat een slechte greens, zeg. Hole 2, de par 3. Goeie put wel. Ja, zo, jammer. Beetje hard, Niels. Dus ja. Blijven plus 1. Sander 3, oftewel hole 3. Dit is een bijzondere hole met een fairway gevormd zoals twee longen naast elkaar. Waar een lint van natuur midden tussendoor loopt. Nou, dat zien we ook hier, hè? Heel duidelijk. Nee, jij zei ook op de tee, dit is een bijzondere hol. Ga je naar links of rechts hier? Kijk, het uitstulpsel, dat is 218 meter, dus het eigenlijk maakt niet zoveel uit. Als Sietse zegt oh oh, dan betekent dat ik aan de bak moet. Oh oh. Dit is hole 3, de green van hole 3 om precies te zijn. En dit vind ik toch wel heel erg leuk om te zien. Dit voelt en ziet er heel erg linksachtig uit. De baan is ook recent, of nou niet recent, gerenoveerd. Maar hebben ze echt het links karakter wel weer terug proberen te krijgen. Hè? Met heidegrond en zandafzettingen. Eigenlijk daar wordt ook de baan ook echt naar vernoemd. De 9 holes die wij spelen, de Sander. Dat zijn spoelzandafzettingen. Dus ja, het is heel mooi en wijd. Oh, wat een put, joh. Nou ja, zeg. Nou, Niels zei het al, hè, voordat we begonnen. Heel hard geregend vandaag. Maar op de golfbaan merk je er helemaal niks van, hè, Niels? Je merkt er niks van, maar zie je dat daar? Ja? Dat zie ik wel eens in films, inderdaad. Dat mensen daar in verdwaald raken. Oh.
even een uitstapje. Dit is gewoon heel mooi. Ja, neem je mee voor je vrouw. Nee, dat is van de natuur. Oké, okay, genoeg onzin. Terug naar het golven. We zijn op hole 4. Dat is ook weer een par 4 van 359 meter. Terwijl Niels zijn drone de lucht in gooit, kijk nog even naar het caddyboekje. Daar staan ook tips in. En de tip hier op hole 4 van de Sender Course is: speel richting linker fairway bunker voor goede positie voor tweede slag. Maak eens even een paar mooie shots. Sla jij maar een mooie bal af. Ga ik hem filmen met de drone. Is goed. Zo, de drone is weer opgeborgen en Niels shout het allemaal maar mee. En hij heeft ook nog eens een hele zware golftas. Eigenlijk zou je een keer een item moeten maken, Niels. Dat we jouw tas binnenstebuiten keren met alles wat je altijd mee zult. Doe maar in het najaar, dan moet je ook gewoon een licht tasje nemen, man. Oh, die raak je goed, Niels. Ik had niet gezien vanaf daar dat er daar rechts zo weinig ruimte lag. Ja, dit is in de basis niet zo'n hele moeilijke bal. Alleen je moet erop vertrouwen dat je de goede lijn hebt en die bal maar laten rollen. Nou, laat maar zien. Kijken of ik van jouw bal kan leren. Ja. Oeh, hij breekt een beetje naar links, hè? Ja, ik had de lijn niet goed. Oh, die zat er echt flink naast. Ja, ik heb nog niet echt goed geput vandaag. Zand in mijn gezicht. In de bunker liggen we, Niels. Jouw bal konden we niet meer vinden. Die ging inderdaad een beetje verder overheen en die hebben we niet meer terug kunnen vinden. Is dat nodig om te vertellen? Ja, het is informatie dit. Maar ik sla mijn bal ook echt niet goed. Nee. In de bunker. En we hebben nog flinke afstand naar de vlag. Dus, Nee, helaas. We laten tot nu toe niet het beste van onszelf zien, maar dat kan ook gebeuren. Ja, prima bal. Ook niet. Damn! Oh, slecht. Slecht! Nou Niels, weer een mooie tee hier, hè? Deze par 5. Ja, ik vind het erg leuk, want je hebt hier twee opties. De fairway is gesplit in tweeën door een soort wasteland-achtige gebied, inderdaad. Ja. En de longhitters kunnen hier mikken op de paal links, ongeveer zo'n 2,35. Ja. En voor mij, ik heb dat helemaal niet, ik kan de andere fairway pakken, de andere kant, de rechterkant. En dan heb ik aan 200 genoeg. Ja. Perfect. Zoals we ze ook al op hole 3 zagen, die mooie entree naar de green met die heuvels, zien we dat ook weer hier op deze par 5. Ja, nou mooie bal Niels. Op de green jongen. Ja. Dat hadden we nodig. Ja. Mooi. Oké, balletje, goed zo. Nou, die ligt op de andere fairway. Na wat cross-country werk zijn wij aangekomen op de green bij hole 7. Wat op zich heel positief is. Maar als ik de camera even omdraai, dan... Nou, dit is net iets minder positief. Dit is super positief, want we hebben... Oh. Ja, we hebben dit drama ontweken. Als ik nu eventjes hier naar beneden loop, waar ik eigenlijk dus helemaal niks heb te zoeken... Dan draai ik weer de camera even om. En dan zie ik eigenlijk alleen maar het topje van de vlag daar. Maar wat het bijzondere is in deze bunker, is de opbouw. Want ze hebben hier gebruik gemaakt van tweedehands kunstgras. En daar is het hele bunker mee opgebouwd. Dat is een hele goede manier voor het recyclen van materiaal. Zullen we het proberen? Gewoon eentje? Ja, maar we liggen dus daar, hè? Ja. Nou, ik wil het wel een keer proberen, inderdaad. Gaan we proberen. Ik ga even. Oh, wat een vlog. Ja, joh, dat is leuk. Ga het gewoon proberen. Kom. Nou, daar gaat hij. Niels in de potbunker. We liggen er dus niet echt in. Maar Niels wil het graag even proberen. En hier kan je ook goed zien, hè, hoe diep die bunker is. Oh. Hey, klasse hoor, Niels. Hij is eruit. Maar het mooie komt nog zo direct, want hier in de voorgrond ligt jouw bal. En die gaan we proberen in twee slagen, het liefst in één, uit te holen. Ah, jammer. Ja, klasse Niels. Goed gered. Goeie par. Ja, top. We hebben een birdie nodig Niels. 88 meter. Dat is beter.
Hole 9, laatste hole. Laatste kans voor ons om nog iets te doen aan deze score. Want we staan 2 boven par. Zijn we niet gewend, hè? Nee, het is niks voor ons. Het is zeker niet een makkelijke baan, maar we spelen ook niet ons beste spel vandaag. Joh, we kunnen nog prachtig eindigen met een eagletje. Oeh. Ja, terwijl Niels hier op de 9e hole van de Senderlus zijn derde slag doet. Met op de achtergrond natuurlijk die mooie glider. Hè? Die zweefvliegtuigen die hier ook in september 1944 zijn geland. Niels maakt ook niks uit. Hij kan gewoon verhaal vertellen in zijn backswing. En Niels laat de bal gewoon mooi bij de vlag volgens mij. Hey. Ik denk dat die geallieerden daar heel trots op zouden zijn. Ja, je hebt ons landje gered Niels, zodat wij hier in vrijheid kunnen golven. Mooie slothole. Hopelijk kunnen we hier een birdie maken. Ah, jammer. Nu is de beurt aan Niels. Hopsakee, doet hij gewoon. Wat een man. Ah, heerlijk. Toch nog een birdie als laatste, Niels. We hebben de eer gered. Top. Hey. Cheers, man. Verdiend. Ja, jij al helemaal op de laatste hol. Dat was een mooi rondje. Hey, en dan zit er nog maar één ding op. Ja. Even nabespreken natuurlijk. Prachtige zandbaan, denk ik, hè? Echt ja. Uniek in Nederland. Mooi hoe ze... Hoe ze de natuur natuurlijk terug hebben gebracht hè, met de renovaties. Vol lof eigenlijk hè, over Hilsum. Absoluut. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat wij hebben hier wat moeite gehad. Maar ik denk dat voor heel veel mensen van allerlei niveaus deze baan echt heel erg goed speelbaar is. Waar je op je eigen niveau je eigen ja, hindernissen tegenkomt. Maar wel een toch wel heel veel kansen krijgt om een goede score neer te zetten. Ja, zeker. Hele leuke baan. Het zou mooi zijn, en nou, niet kritiek, maar het zou mooi zijn als hij nog wat verder meer terug wordt gebracht in die heidestijl. Hè? Absoluut. Wat droger. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer, dus heb je niet altijd in de hand. We hebben natuurlijk nog de prijsvraag. Ja, we hebben de prijsvraag. Hè? We hebben hier een starttijd geboekt via GolfGo, via de app golf.nl. Maar mensen kunnen natuurlijk, of de kijker, jij kan natuurlijk Greenfish winnen voor 2 keer 18 holes. Op alle banen. We hebben maar 1 lus gespeeld. Je hebt die 27 holes, maar dan kan je dus 18 holes spelen. En dan ja. Is de vraag, Niels. Je hebt hier 3 verschillende lussen. De Sender, de Airborne en de Hilsum lus. Ja. En onze vraag aan jullie is, als je zit te kijken, hoe zou jij je eigen golfbaan noemen? Of je eigen 18-holsbaan of je lus? Ja, en natuurlijk ook wel een beetje, willen we weten, creatief gedacht, waarom? Dus vertel, hoe zou jij jouw lus noemen en waarom? Vermeld dat onder de video. Vergeet ook niet, als je dat gedaan hebt, om even te abonneren op ons kanaal. Like de video en binnenkort gaan we bekendmaken wie de winnaar wordt van de Greenfish op deze prachtige baan. Ja, dan zeg ik tot de volgende vlog, Niels.